Ik zie jou, maar jij ziet mij niet. Ik ben de Invisible Man. Goeiedag iedereen. Vandaag rangschikken wij de Invisible Man films. Of in het Nederlands de Onzichtbare Man. De Invisible Man moet wel een van de griezeligste figuren ooit zijn. Een gestoorde moordenaar die je niet kan zien en bijgevolg amper kan tegenhouden. Want je ziet hem niet aankomen. Het engst zijn immers vaak die wezens die we niet zien, maar vermoeden. Het concept is geweldig en alle Invisible Man films hebben scènes die verschrikkelijk nijpend zijn qua sfeer. Maar ik moet toegeven, er is geen definitieve Invisible Man film. In 2020 had ik erop gehoopt en ik las goede kritieken. Maar alsnog, ik blijf wachten op de ultieme Invisible Man film. Misschien moet ik hem zelf eens regisseren. Alle films hebben grove problemen, maar ook allemaal zeer goede elementen. En vandaag gaan we ze allemaal rangschikken. Tenminste, de films die ik gezien heb. Want er zijn heel veel films van The Invisible Man. Maar die hele oude uit de jaren 40 heeft toch ook niemand gezien van jullie. En ik heb enkel de twee eerste genomen, omdat die vervolgen over The Invisible Woman gaan. The Invisible Agent en The Invisible Man meets dingen en dingen. En het is niet meer wat de oorspronkelijke Invisible Man films eigenlijk moeten zijn. Thrillers. En op de laatste plaats hebben we The Invisible Man Returns. Zonder twijfel de minste van de Invisible Man films die ik heb gezien is die van 1940. The Invisible Man Returns gaat over een veroordeelde moordenaar die echter onterecht is veroordeeld. En onzichtbaar wordt gemaakt door de broer van Frank Griffin, de oorspronkelijke Invisible Man. Geoffrey Radcliffe gaat nu heel de film op zoek naar de echte moordenaar. De speciale effecten zijn nog degelijk, maar The Invisible Man Returns vergeet compleet dat de film eigenlijk een horror moet zijn, of op het minst een thriller. Radcliffe is niet eens de wetenschapper zelf, waardoor het hele concept is veranderd, maar niet in de goede zin. Deze film is gemakkelijk te vergeten en ook gewoon niet zo goed. Zelfs saai met momenten. Op de volgende plek hebben we... Op de vierde plek hebben we Hollow Man 2. Deze direct-to-DVD film heeft als nadeel dat er natuurlijk veel minder straffe special effects zijn. Maar ik moet toegeven, de effecten mogen er nog wel zijn. Er zijn enkele prachtige scènes, zoals wanneer de onzichtbare mannen vechten in de regen en een scène tussen twee tieners die een pornovideo willen maken, maar onderbroken worden door de onzichtbare man. Hollow Man 2 is dan ook minder groots aangepakt en is ook gewoon een slasher met een onzichtbare man, ditmaal gespeeld door Christian Slater. Michael Higgins is een losgeslagen soldaat die het deel van het moorden weliswaar goed doet, maar niet zozeer een intimiderende schurk is in zijn onzichtbare vorm. Higgins is ook niet zoveel te zien in de film. Want detectief Turner heeft de hoofdrol. En hij zoekt een wetenschapper die hij moet beschermen tegen Higgins' wraakzucht. Dat maakt de film niet zo bijster interessant als de opening doet vermoeden. Het hele complot in deze film is echter minder raak. Dat Turner op het einde Higgins vermoord en zelf onzichtbaar wordt, maakt het wel een mooi einde. Dat vroeg voor een derde film die er niet kwam. Maar al bij al is dit ook niet echt een aanrader. De beste kill in deze film gaat naar Dylan, die de keel doorgesneden wordt met een kaart. Zip. Echt een mooi begin van de film. Maar het gaat daarna bergaf. Op de derde plaats hebben we de nieuwe Invisible Man film. Oké, ik ga hier meteen tenen vertrappelen waarschijnlijk, want dit wordt gezien als een fantastische film. En ik wil dus ook positief beginnen. Inderdaad, de sfeer die deze film heeft is nijpend. Van de introscène waarin het meisje moet vluchten van haar verschrikkelijke vriend, Adrian Griffin, worden we meteen in de film gezogen. Echt waar, de spanning is te nijpen. En doorheen de film blijft de spanning ook wel voelbaar. Maar onze Invisible Man doet niet genoeg streken, zal ik zeggen. Het blijft natuurlijk gewoon een verschrikkelijke vriend die zijn lief heel de tijd zit te kleineren, te pesten en helemaal gek wil draaien. Concreet miste ik
moorden in de film. Ik miste nog meer actie in de film. En ik vond ook dat de film met 2 uur eigenlijk wat te lang was ook. Elizabeth Moss doet het heel goed in de hoofdrol, maar al bij al miste deze film gewoon nog te veel elementen voor mij. Op de tweede plek Hollow Man uit 2000. Hollow Man heeft echt veel elementen die deze film goed maken. Kevin Bacon speelt een voortreffelijke hoofdpersoon in de vorm van Sebastian Cain, een zonderlinge wetenschapper die over lijken gaat als het betekent dat hij het serum voor onzichtbaarheid en zichtbaarheid moet vinden. Hij wordt onzichtbaar en zichtbaar laag per laag. En die special effects zijn geweldig. Wat betreft het plot voor de film, valt de film wel meer plat op zijn gezicht. Hoewel de spanning blijft hangen, gaat Sebastian nooit echt buiten de omgeving van de bunker op een paar korte scènes na. En dat maakt het hele einde een soort claustrofobische slasher. Maar aangezien iedereen weet dat Sebastian onzichtbaar is en doorgeslagen is, is het schrikeffect daar wel weg. De seksuele ondertoon van de film gaat er met momenten ook wel over. En dat weerhoudt Hollow Man van een hoger niveau te bereiken. Paul Verhoeven zijn stijl zal immers nooit mij volledig kunnen bekoren. Denk maar aan Robocop of Starship Troopers die ook door hun overdreven geweld nooit zo goed zijn als het concept eigenlijk is. En in de handen van een betere regisseur goud waard zouden zijn. De beste kill in deze film gaat naar Howard Kramer die verdronken wordt in het zwembad. Maar deze film heeft zowat de beste kills van alle Invisible Man films. Bloederig en niet bloederig. Alles door elkaar. Maar op nummer 1, The Invisible Man uit 1933. In de eerste plaats draaien deze films om de special effects en hoe kan je het nu ontkennen dat het fantastisch is dat men in de jaren 30, voor de Tweede Wereldoorlog, al mensen kon onzichtbaar maken. De visuele effecten zijn miraculeus te noemen. De maniacale lach van Jack Griffin, de onzichtbare man in deze film, is ook geweldig. Deze man heeft ook een enorme kill count. Hij laat treinen crashen en auto's van heuvels afrijden en maakt daarmee meer slachtoffers dan de meeste slashervijanden. Mijn favoriete moord is die van Dr. Kemp die heel de film bedreigd wordt door Griffin en waarom je echt de spanning voelt hangen. De film eindigt met een klopjacht waarbij Griffin uiteindelijk gedood wordt. De film heeft veel positieve punten. Wat de film tegenhoudt om een meesterwerk te worden, zit in het volgende. Het hele subplot met de vriendin is veel minder interessant en we zien Griffin niet als normale mens. We zien hem enkel vanaf het punt dat hij onzichtbaar en krankzinnig is. Ook wordt het griezelige te vaak afgewisseld met humoristische momenten zoals de heel vervelende herbergierster en de iets of wat onnozele politiecommissaris. Toch eindigt deze film nog steeds op de eerste plaats door de performance van Claude Rains die acteert met enkel zijn stem en zijn gezicht ingewikkeld in doeken. Ziezo, dat was het voor The Invisible Man. Ik wacht dus nog steeds op die ultieme film. Ik hoop dat die er toch ooit nog mag komen. Want zeg nu zelf, van alle Universal Horror Icons is The Invisible Man waarschijnlijk één van de griezeligste. Meer nog dan Dracula, Frankenstein, The Mummy en Gilman. En over die andere figuren gesproken, blijkbaar gaat Blumhouse na The Invisible Man ook nog die film remaken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ik hoop ook dat ze inderdaad de body count nog een beetje omhoog brengen in die filmen. Maar ik ben er nu mee weg. Ik ben niet onzichtbaar. Griffin, je had beloofd dat ik onzichtbaar was. En stop met lachen.